Dit wordt emo, want we gaan naar onszelf kijken in de betere tijden. Almere! Dat heb ik helaas niet verstaan. Ja, je moet je pek houden. Ik zit in de nieuwe auto van Charlotte Bouwman. Moet ik even mijn toneelstem opzetten? Nou, begint hij weer met playlist te doen. Elke keer als ik ook in de auto stap, dan gaat het raam open. Heel gek. Oh, hou op met me. Oké, wacht even. Adres invoer. Inspreken. Kijk, dit moet ik hebben. Eerst de plaats, vervolgens... Oké, dan ga ik ook met toneelstemmen. Almere. Noem het gewenste adres. Bijvoorbeeld Amsterdam, PC Hoofdstraat 7. Jacques P. Thijssenweg. Ik heb het adres niet verstaan. Zorg voor een rustige omgeving en probeer ja, het opnieuw. Ja, dook. Thijssenweg. Noem eerst de plaats, vervolgens de straat en dan het huisnummer. Almere. Thijssenweg. Kessonweg. Zeg ja of selecteer een andere vermelding op de lijst. Nee. Oh, wat erg dit. Ik denk dat het mensen overlijden doordat het niet lukt. Almeerplant. Noem het gewenste adres. Bijvoorbeeld Amsterdam, PC Hoofdstraat 7. Waarom denkt hij dat hij naar de PC Hoofdstraat wil? Almere. Ik heb het adres niet verstaan. Zorg voor... Ik hou op met me. Oké, wacht even. Almeerplant. Almeerplant. Ik ga het snel zoeken doen. Nou, dan moet je helemaal dit doen. Ik weet niet of het kan zien, maar dan moet je, dat duurt ook eeuwig. Hoe kan ik nou kiezen welke ik wil? Ik ben blij dat ik een gingerbeer heb staan, want ik vrees dat ik hierover... Nou, ik wil gewoon even zo doen, weet je wel. Ik heb toch bloedheet? Oh. Waarschijnlijk is dat stoelverwarming. Echt? Heb je stoelverwarming? Ja joh, dat zit er niet in. We gaan vandaag kringlopen voor mijn balkonetten. Die heb ik sinds kort. Ik had een financiële meevallen en nu heb ik een balkonette. Anyway, we moeten dus planten gaan zoeken en zo. Ja. Alleen ik heb geen groene vingers. Sorry. Ik heb geen groene vingers. De planten gaan ongeveer hangen als ik eraan kom. En ik heb een soort probleem. Sorry. Ik ben echt zo'n stoorzender. En ik heb een soort probleem. Misschien kun jij er ook nog mee helpen. Ik heb een balkonreling. Gewoon zo. Gewoon een ijzeren staaf. Ik heb hele leuke plantenbakken gekocht om daar aan te hangen. Oh. Alleen zit daar tussen de staaf en het balustradetje zit iets van 50 centimeter. Dus wat krijg je? Oh. Dat mijn plantenbak ongeveer aan het swingen is, ik like Miley Cyrus. Maar goed, ik vind je hebt ook van die plantenbakken die je zo op de stang zet. Maar die vind ik eigenlijk altijd heel lelijk. Want ik wil dan leuk een plantenbakje met kruiden en eentje met ballonnen. Oh, dat ballonnen? Blommen. Oh, jezus. Wat is de zonsituatie op je balkon? Dat is ook heel belangrijk. Is het volle zon? Is het halfvolle zon? Het is... Ja, dit wordt hier gebouwd, dus dit is een... Het is... In de zomer staat de zon natuurlijk veel hoger, dus dan heb ik bijna... Bijna geen zon. Ja. En wil je wintervaste planten, wil je dat ze langer meegaan? Ja. Dan denk je één one season en dan nee. Gaan ze naar de... Nee, ik had ook bijna had ik bloemenlasagne gemaakt. Dat is dat je dan begint met tulpen, dan doe je krokussen, dan doe je narcissen en dat komt dan één voor één komt het allemaal op. Oh. Heb je bloemenlasagne? Maar goed, ik heb wel een leuk balkonkleedje, ik heb lampjes, ik heb rietenmatten op dikkerietenmatten.nl. Daar heeft Bonnie me heel erg mee geholpen, want ik maakte dus de... Riet de mat van de Horny Hornbach open. Nou, dat was helemaal vol met skimmel. Eeuw. Ja, echt heel vies. Dus ga naar rietematten.nl. Tip van Bonnie. Oh my god. En ik zou het wel leuk vinden, ik heb nu één kabouter om van die vintage kabouters te hebben. Maar dat mag Maarten dan nog niet weten hoor, dat ik dit van plan ben. Dus dit hebben jullie niet gehoord? Dit hebben jullie niet gehoord. Ook hem niet taggen of iets, niet doen. Gewoon ineens staan er gewoon zo. Het hoeft er ook niet 28 te zijn, gewoon 3, max 4. Ja, misschien 5. Ik zie hier niet zoveel bij de kringloop, maar... Nee, maar ze zijn er wel. Mochten jullie dus tips hebben, ook qua groene vingersituatie, weet je wat leuk is? Echt, please help me, want ik... Niet te moeilijk in onderhoud. Nee. Ze moeten een beetje tegen droogte kunnen. Een beetje tegen zon.
Gewoon Dook van Dijk bestendig. En het stadsleven. Dook van Dijk bestendig, AUB. Char, het is niet. Ja, ik zei dus net Almeerpand, maar het is Almeerpand. En zo is het. Nou, let's go. We zijn nog in 1 seconde binnen en we staan al naast het probleem. Kijk, ik heb dus deze gekocht. Mm-hmm. Maar ja, het kan dus nergens aanhangen. Ja, als in het leunen. Het kan niet nergens tegen. Hier dus normaal hang je het op en dan leunt het. Dan leunt het. Maar ja. Dus misschien is dat dan de oplossing. Dat je dan leunt je. Oh, ik haat die beesten op mijn balkon. Wat je dit weer kopen? Waarom zou je dit kopen, hemelsnaam? Oh, ik schrok echt bijna. Ik haat zo duiven. Maar waar? Zit ze op je balkon van, hi. Maar waarom zou je dit kopen? Ik heb het hele fijne, goede hulp gehad bij de Almere buiten mensen. Maar ik moet de droom laten varen, want het gaat gewoon niet werken. Ik heb helemaal met de specialisten gesproken, maar het wordt hem niet. Dus ik ga geen gezellige plantenbakken aan mijn reling hangen. Het gaat niet. Ook die dingen die je erop zet, dat kantelt om. Het gaat niet. Char, het gaat niet. Ja, maar ik vind het goed dat je het even aan de experts hebt gevraagd. Ja, toch? Dat je die droom even los kan laten en een plekje kan geven. Als ik nu aan mijn vinger ruik, dan ruikt het heel erg lekker naar al deze kruiden. Ja, ik zit de hele tijd ook zo. Ja, ruik eens aan mijn vinger. Kijk, ik ga nu lekker tijm en oregano. Nee, rozemarijn en tijm heb ik nu. Ja, hallo, Dook uit de edit hier. Kijk, dit is hoe mijn balkon er nu uitziet. Leuk, hè? Kijk, dit heb ik toen gekocht. Rozemarijn, munt, tijm. Kijk, deze potjes heb ik eerder uit de kringloop gehaald. Helemaal naar mijn smaak. Dit kleed heb ik ook nog gekocht. Hoe leuk. Deze boompjes ben ik ook heel trots. Ik krijg helemaal nieuwe blaadjes. Dus ik doe het best goed voor a plant daddy. Ja, hier ook. Kijk eens hoe knus. En in deze pot ga ik een enorme lavendel doen. En in deze iets anders leuks wat hier dan bij kan. Een plantenbol. Deze bloemen heb ik voor 1 euro per stuk gekocht. En die verkoopster zei, als ze uitgebloed zijn, is het net een kropsla. En deze kabouter vind ik dus heel gezellig. Ik zou er wel iets meer van willen, maar niet te veel. Dit zijn dus de bakken die ik heb gekocht met extra haken nog. Nou, dit wilde ik hier zo ophangen, want achter zit er helemaal ijzerhek. Maar dat mag niet van Charlotte. Terug naar de vlog. Jongens, ga even voor de echte kringloop vlogs naar C.C. Bouwman. Spullen. Je hebt zelfs helemaal een goede camera. Ja, met een leuke cavia erop. Ja. En we gaan even naar de kringloop. We gaan naar de kringlopert. Ik ben weer een keer op zoek naar iets onmogelijks, namelijk vintage kabouters. Ja. Nieuw binnen. Ja. Moet je kijken, het is natuurlijk net Valentijn geweest, dus iedereen heeft gewoon alles. Nee. Even waar die zat mee was. Wat mis is gegaan, staat gewoon hier nu. Oh, zeg, ik had een ander cadeau verwacht dan een kus in zijn handje staan. Ja. Oh. Ik ben ook zo goed in kledingkringloop shoppen. Toen dacht ik, oh, deze Burberry vind ik mooi. Goedemiddag. Hoe mooi is deze kast? Echt prachtig. Zal ik hem een ander kleurtje geven, denk ik? Oh. Geweldig. Het is dat ik geen airfryer heb. Maar anders zou ik gewoon een hele snackbar hier bij elkaar kunnen fabriceren. 1 maand garantie. Zal ik? Ik weet niet of het in mijn auto past. Oh nee, ik denk dat het dealbreaker is. Nee, dan doe ik het toch maar niet. Kijk, als ik echt een groot balkon of tuintje had gehad, had ik dit gekocht. En ja, dit is natuurlijk ook weer niet te kopen, hè? Dat zal je net zien. Nou, we zitten weer in de auto. En zoals gewoonlijk heb ik weer niks gekocht. Maar ik heb wel heel veel ideeën. En dat is ook wat. We gaan nu nog even snacks halen en dan gaan we naar het avondprogramma. En nu heb
kunnen gewoon een heerlijke, leuke, gezellige avond. Ja, dit, ik zie nergens nog een doos tissues, want volgens mij wordt dit namelijk... Janken. Wordt janken? Dit wordt emo, want we gaan naar onszelf kijken in de betere tijden. Wat, nou maar luister, dat zijn heel allemaal... subjectief. Oh. Oh, pas op. Wat zit er allemaal in, Nicolaas? Nou, het is jouw... Ik heb dit dus ooit op een veiling gekocht in een doos, zat dit erbij. Dus ik heb geen idee, misschien gaan we wel koningin Beatrix in de naken zien. In de onderbroek. Het kan zijn dat we gewoon een filmpje zien van iemand die niet... Ik denk dat dit filmpje trage, saaie, lange beelden te zien krijgt van mensen die niet wisten hoe je een leuk verhaaltje moest vertellen. Iets met... vliegtuigen die opstijgen. Kringverjaardagen. Schommelende kinderen. Maar de grote vraag is, deze is lastig. Want hij oh, God. Is een klein, ja. Doet hij van? Hij kan niet deze. Nee. Oké, dan heb ik nog twee andere bonus. Is de verkeerde? Hij ik heb ook nog deze. Een korte kleine ingang. Ik heb ook nog deze. Ik weet niet wat dit is. Annie, kan je hier wel... Dat is echt een korte kleine ingang. Ja, volgens mij was een heel klein ingang. Kan je hier ook wat zien? Anoniem blik. Anoniem blik. Gekocht op een veiling in een random doos. Ik heb geen idee van wie dit is geweest. Het komt uit de omgeving. Ik heb het gekocht in... Straks zien we een moord op dat ding. Oké, wacht even. Of zoals de ring. We moeten nu een bedje leggen als we opstaan. Ja, ik vrees de schommelende kinderen. Maar wat als je... Schommelende kinderen? Misschien zie je ineens de Putterse moordzaak helemaal... Maar wat stond er op? Ja. Nee, het is ook met geluid. Luister, ik heb dit in Amersfoort gekocht. Dus ik denk dat we toch kinderen te zien gaan krijgen. Ja, schommelende kinderen. Ik denk misschien toch iets met moord. Nee, ik denk een wilde avond van deftige mensen. Misschien zien we wel een snuff movie, jongens. Ik wil wel een beetje upper class. Ja, en dan dat ze stout doen. Stout. Juliana Laan in. Filmhuis Juliana Laan 71. Dat kunnen we dus nu niet kijken. Dat is dus deze. Revalidatiearts. Revalidatiearts? Oh mijn god, dit kunnen we allemaal niet zien. Ik kan niet achter, jongens. Kom, je kan zo kijken. Maar ik onthoud ze waar ik vandaan kom, want ik weet het al. Ja, nee, je moet wel zorgen dat hij niet van mij niet tussenkomt. Dit is een ver gezicht. Oh, oké. Okay. Nou, misschien is dat vakantie van jou in Oostenrijk, weet jij veel? Ja, het is zoiets Oostenrijk. Dit is dus van iemand waarvan we niet weten wie het is. Ja, we weten niet. Het begint. Oh, ze hebben hier scherp gesteld. Het is een tekenfilm. Het is wel heel gezellig. Nou, heel gezellig. Nou. Heeft een opa gekocht voor zijn kleinkinderen. Kan je wat dan? Nou, ik vind het wel wat minder spectaculair dan ik ook. Het is een Bugs Bunny. Het is gewoon Bugs Bunny. Misschien is dit wel gaaf. We gaan weer lekker terug naar Jelka, zeg ik hoor. Maar we hebben er nog één. Nee, die past dus niet. En ook niet van die revalidatiearts. Nee, die past niet. Spannend. Dan ga ik het kloppen. We zouden het echt zien. Vergeet niet te liken en te abonneren. Het is gratis. En ik vind het leuk.